Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is dinsdag vandaag en ik heb weer gewerkt. En ik ga dadelijk weer even lekker koken. Ik zal eens even laten zien. Ja, jullie weten het, ik kan nog steeds niet het laten zien. Ik kan niet met de camera lopen, want mijn camera is dus weg. Dus ik ga even de spullen pakken en dan laat ik jullie even zien wat ik ga koken vandaag. Ik ga vandaag klaarmaken toepetjes. En ik ga vandaag klaarmaken lekkere aardappelschijfjes. En een lekker stukje schnitzel. Heerlijk, ik heb er echt zin in. Lekker koken. Ik zou het eigenlijk nog fijner vinden als ik mijn camera terug heb. Maar ja, dat zal denk ik niet meer gebeuren. We hebben... Ja, nog gekeken, maar nee, hij is echt helemaal weg gisteren. Dus helaas geen camera voorlopig eventjes. Misschien ga ik van de week een nieuwe camera kopen, maar ik moet nog even kijken hoe dat met het geld lukt. En dan ga ik een nieuwe camera kopen en dan koop ik waarschijnlijk dezelfde als Kevin. Dus dan moeten we nog even kijken. Nou, ik ga hier even verder en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en de tweede helft gaat nu beginnen van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. Staat 1-1. Ik dacht even dat we kwamen met 1-0 voor, waar we allemaal helemaal blij waren. Maar helaas werd het 1-1. En werd het 1-1 en toen helaas weer een tegendoelpunt. Nou, ik hoop dat de tweede helft wat beter wordt. En Joost is hier ook van gewoon Joost. Hoi. Dat is een beetje laat reactie, maar goed. Maar die is er en we gaan lekker de wedstrijd kijken. Had de camera meegenomen, maar die doet het niet. Dan heb ik nog niks. Maar dat komt allemaal goed. En ik kan in ieder geval even zo filmen. Dus ik kan toch mijn vlogs kan ik bijhouden. Ja, het is alleen dat we momenteel even geen buitenopnames maken. De camera hadden jullie vorige vlog gezien. Die wil ik waarschijnlijk gaan halen. Maar ik moet nog even kijken hoe het zit met mijn budget. Of dat het al dat het nu al kan. Of dat ik een maandje moet wachten. Dus we gaan wel zien wat het wordt. Nou, ik ga in ieder geval even de tweede helft kijken. En dan spreek ik jullie dadelijk weer. Tot zo! Zo jongens, en Joost gaat er weer vandoor. Feyenoord heeft verloren. 2-1. Echt jammer, want het... was echt zo onnodig en zo onterecht eigenlijk. Want eigenlijk vond ik Feyenoord wel beter als Donetsk. Maar het is geëindigd in 1 tegen 2. Helaas. Joost zegt net tegen me van, ga je daar en daar naartoe? Ik denk, hè, hoe kom je daar nou bij? Maar hij moet natuurlijk naar de bushalte. Dus ik ga hem even naar de bushalte brengen. En dan ben ik dadelijk weer bij jullie terug. Het was hartstikke gezellig. Joost, bedankt voor de gezellige avond. Het was echt toppie. Graag gedaan. Ja, je staat... Je moet even bukken. Ja, je moet even bukken. Anders zie ik je niet. Ja. Dus. We moeten gaan. We moeten gaan. Hey jongens, ik spreek jullie allemaal dadelijk. Tot zo. Zo, en Joost heb ik afgezet bij de bushalte. En ik ga naar mijn bedje toe. Ik ben het helemaal weer zat voor vandaag. Het was gezellig. Joost, bedankt voor de gezellige avond. En het was hartstikke gezellig. We hebben Feyenoord gekeken. Ja, jammer genoeg. 2-1 was helemaal niet nodig. Ik vond Feyenoord echt niet slecht. Ze zijn echt helemaal niet weggespeeld. Dus het was wel een beetje onnodig. Zulke wedstrijden hebben we er ook bij. Ik hoop dat het in ieder geval zondag beter is. En met deze instelling... heb ik wel een beetje vertrouwen in zondag. Zo, de kant die schiet er voorbij. Nou, ik heb even lekker binnen doorgelopen. Ik heb Joost gelijk even een nieuwe binnenweg laten zien naar de bushalte toe. Hij staat ik heb hem bij de bushalte afgezet en hij is de bus ingestapt. En ik ben weer terug naar huis gelopen. Ik ga lekker naar mijn bedje. Jongens, ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een blauwe duimpje de lucht in. Jullie weten het. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog.
hier op Itzeltreks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.